Ik ben Iron Man, super snel met MSN, dus niemand die me niet kent. Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van LEGO Super Marvel Heroes. Met Iron Man die niet kan vliegen. Woehoe. En ik laat jullie dit zien omdat het een hele coole game is. En heel gaaf en heel cool. LEGO games zijn cool. LEGO Marvel Heroes met een paar superhelden. Ik heb nog niet iedereen vrijgespeeld, maar wel een hele hoop mensen. Zoals bijvoorbeeld mijn favoriet Howard the Duck. En we hebben natuurlijk nog meer mensen zoals Fear Venom. En we hebben natuurlijk nog meer mensen zoals de enige echte Magneto. En kortom, een hele hoop mensen. Kijk, daar hebben we ook Nick Fury. Hallo Nick. Kan Nick vliegen? Natuurlijk kan Nick niet vliegen. Kijk, die landt gewoon keihard neer. Dus daarom hebben we liever een ander karakter, zoals iemand die wel kan vliegen, namelijk Iron Man. En met Iron Man gaan we dus even kijken door deze stad wat we kunnen doen. Is er nog ergens een missie? Eens even kijken. Modder. Autootje. Hier. Hier kunnen we heen. Hier weet ik nog steeds niet wat je hier moet doen. Ik snap hier nog steeds niks van. Voor mij zit het onder de grond of zo. Ja, hier snap ik het niet. We moeten een andere doen. We doen... dit mannetje. Yeah! Oh, dit is echt een klote puzzel. Ik snap deze nog steeds niet. Ik snap hier echt helemaal niks van. Terwijl we door de stad vliegen, gaan we op zoek naar een missie om die te voltooien. En ik zie hier een blokje die we kunnen vrijspelen. Een geel blokje. En die zit hier beneden. Wat is het eigenlijk? Even kijken. Oh, we mogen niet gezien worden. Zie je dat? Er zijn camera's. Laten we dat eens proberen. Ik trek hier aan de hendel. En ik denk dat we dan iemand moeten pakken die niet gezien mag worden. En dan denk ik aan het volgende karakter, namelijk... ik denk... Black Widow. En waarom? Omdat ze dus onzichtbaar kan worden. En wij kunnen met haar dit parcours hopelijk doen. Kijk, ik word niet gezien. Dat is alleen maar mooi. En we gaan hier... zo. Kijk. Camera's zien ons niet. Dat is alleen maar positief. We springen hierop. Oh nee, we vallen! Oké. Daar gaan we. Camera's zien ons niet. Dat is alleen maar goed. En... yes! Ik heb hem. Hoeveel blokjes hebben we eigenlijk? We hebben er. Waarom staat dat niet in mijn beeld? Ja. 151 van de 250. Jeetje, wat een hoop. En daar is een ambulancebusje. Even kijken wat daar is. Ik wil een ander karakter. Zij is niet heel slecht, maar... ik speel liever met iemand die misschien wat groter is, namelijk de Hulk. Dag meneer de Hulk. Hij kan lekker rennen. Dat vind ik het fijne van hem. Zo, en hier beneden kunnen we iets vinden, denk ik. Wat is hier? Is een puzzeltje aan de gang? Moeten we hier zigzaggend... ach, dan gaan we even iemand kijken die kan stunten. Ik denk dat we Black Widow maar weer pakken. Want die kan dat heel goed. Let maar op. Kijk eens. Netjes. Is er allemaal van die... oh, kijk eens. De politietruc vrijgespeeld. Dat was simpel. Captain kan niet echt vliegen. We zouden nog eventueel deze grote vriend kunnen pakken. Dat is namelijk de grote onverwoestbare Thor. Die zou met zijn hamer kunnen vliegen. Kijk eens. Die doet het ook wel leuk. Hier zit een vraagteken. Doen we een missie. Met elkaar. Ik ga er even naartoe. Hier zit hij ergens. Waar zit hij? Hier zit een vraagteken. Maar waar zien we hem? Is dat hem? Dat is hem daar. Ik kom naartoe. Wat is er? Ik moet mijn masculine pride keeps getting in the way. If only someone could just take control of my brain and make me do it. Aha. Ik moet hem dus begeleiden naar het meisje wat daar helemaal bovenop de toren zit. Hoe gaan we dit in vredesnaam doen? Dat wordt heel grappig. Let op. We gaan zijn mind. We gaan de controle nemen over zijn gedachten. En dat kan volgens mij met deze meid. Nee, met Jean Grey, denk ik. Of Phoenix. Een van die twee? Ja, Phoenix doet het ook. En zoals je ziet, nemen we zijn gedachten over en besturen we het karakter. Maar waar gaan we helemaal heen met dit karakter? Dat klopt, helemaal naar de top van de toren. Het is even klauteren en klimmen. Kunnen we hier aan vasthouden? Ja. Dat is mooi. Nee! Oh shit, het is zo lastig. Woehoe! Waar moeten we helemaal komen met dat mannetje? Nee, die komt er toch helemaal niet boven? Oh shit! Oh, ik snap het al. Wacht even. Oh, dit is het.
En nu? Was er geen checkpoint? Jammer. Oh jee. Nou moet ik met dat karakter hoger komen. Want ik kan niet zo hoog komen. Maar dan gaan we met de vleugels. Kijk eens. En dan gaan we zijn gedachten weer overnemen. Waar zit hij ergens? Zat hij ergens hier? Nee. Waar is hij gebleven? Oh, daar zo. Prima. Oké, ik neem zijn gedachten weer over. En dan gaan we weer... Huppakee. Hopelijk gaat hij niet vallen, hè? Oh. Springen hierop. Je activeert een button. Kunnen we hier naar boven. We kunnen hier naar boven. En we kunnen daar die trap op. Klimmen, 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 klimmen. Het gaat goed. We zijn er bijna. We zijn bijna bij het mannetje. Of bij het vrouwtje waar we naartoe moeten. Waarom pakt hij hem niet? Wat een vervelend missie. We zijn er bijna. Concentratie. Yes! Woehoe! I don't know what you, I said to her, Mac, but looks like she's forgiven me. Hey, hey, now I know who to call when I forget our anniversary. Am I right? Yeah! We hebben het gedaan. Nou, ik liet jullie een beetje zien van het spel. Een ideetje van hoe het is. Het was een vrij lastige missie, maar dat komt dat ik de meeste missies al heb gedaan in de map. Ik heb heel veel uitgespeeld en vrijgespeeld. En deze game is zeker de moeite waard. Hij is ook heel tof op de Xbox One. Daar heb ik hem ook gespeeld. Dit is op de 360 opgenomen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Vergeet niet te liken en te abonneren in het midden van het scherm. En dan zie ik je volgende keer hopelijk terug. En misschien doen we wel weer een Lego game. Absoluut doen we dat vaak, want het is nog heel tof om gewoon even te zien. Doei doei!